Je luistert naar Discutafel, de podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Hallo en welkom bij de 49e editie van Discutafel podcast. Mijn naam is Yvonne Smit en vandaag is het 20 juni 2019. In deze editie hebben we één onderwerp voor jullie en dat is een sfeervolle reportage van de internationale kwekerijdagen afgelopen weekend op buitenplaats Bingerden in de Achterhoek. De eerste fragmenten zijn niet zo fraai qua geluidskwaliteit. Ik nam ze op in de auto, excuses voor die kwaliteit, maar het wordt daarna al ras beter. Veel plezier met deze discureportage. Discureportage. Mijn motto is, zolang ze mooi bloeien, afblijven. Mooi laten staan. Want dan hebben ze het naar hun zin op die plek. En dan blijven ze ook bloeien. Ik zit in de auto. En ik ben eigenlijk, bedacht ik mij net, op weg naar huis. Dus dat is een beetje raar, want wij zenden uit feiten vanuit het mooie Zetterenbosch. Maar ik rijd naar Gelderland en ik rijd naar de streek rond de IJssel. Dus je zegt, ja, waarom nou naar huis? Nou, het is de plek waar ik ben opgegroeid. Ik heb mijn hele jeugd doorgebracht aan de Veluwezoom, langs de IJssel. En aan de andere oever van de IJssel, aan de rechteroever, daar begint de Achterhoek. En daar ligt een landgoed met de mooie naam Bingerden. En dat is vandaag mijn doel. Want Bingerden heeft iedere derde weekend van juni een heel bijzonder plantfestijn. De internationale kwekerijdagen. Waar tal van gespecialiseerde kwekers hun waren tonen en verkopen. En dat gebeurt in een heel mooie omgeving. Het is een, zoals gezegd, het is een landgoed. En het is al in de einde van de 10e eeuw zijn er al documenten die verwijzen naar Bingerden. Het was vroeger een versterkte boerderij met een gracht eromheen. En wat je nu ziet wanneer je op het landgoed komt, is een prachtig kasteel, oud landhuis. Helaas is het wel zo dat het oorspronkelijke landhuis is verwoest aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het huis was gevorderd door de Duitsers en is bij vertrek van de Duitsers afgebrand. En in de jaren 50 herbouwd. En eromheen ligt een moestuin en een landgoed in Engelse stijl. Dus een heel sfeervolle omgeving voor een plantenbeurs van enige klasse, zou je kunnen zeggen. Landgoed Bingerden is al heel lang, vele eeuwen lang, in het bezit van de familie van Wede en diens voorgangers. En de drie jonkvrouwen die nu het landgoed bestieren, die hebben de intentie om met deze internationale kwekerijdagen vooral de gespecialiseerde plantenkweker een platform te bieden. Voor deze kwekers is het in de huidige tijden niet gemakkelijk om hun naam bekend te maken en om hun producten te verkopen. Er is gelukkig heel veel belangstelling voor tuinieren de laatste tijd. Maar er zijn daardoor ook heel veel evenementen van allerlei slag. Om in die markt je staande te houden met jouw zeer gespecialiseerde waar. Daar moet je wel wat steun bij gebruiken. Nou, dat is ook een van de redenen waarom wij naar Bingerden afreizen. En eens gaan kijken hoe deze dagen eruit zien. En of het werkt. Of dit een goed ontmoetingsplek is tussen kweker en klant.
Discutafel is ook benieuwd naar de visie van deze gespecialiseerde kwekers op de ecologische markt. Ik kan mij voorstellen dat je als gespecialiseerd kweker heel zorgvuldig omgaat met je plantmateriaal. Maar betekent dat ook dat je keuzes maakt in het ecologisch telen van deze planten? Ik ben door de poort gekomen en op het landgoed Bingerden aangeland. En kom dan direct uit op het ronde grasveld met daarachter het landhuis zelf. Een rechthoekig pand in de breedte gebouwd, het is niet al te hoog. Het wapen boven de voordeur en daarboven op het dak een sierlijk torentje met de klok. En de klok die wijst 22:30. En dat is 23:30 op de tweede beursdag, zaterdag 15 juni 2019. Gisteren was de eerste beursdag dus. Gisteren was een heel drukke dag, heb ik begrepen. Met veel zon, warm weer en hele goede omzet voor de deelnemende kwekers. Rond het grasveld voor het landhuis staan al diverse kramen met planten klaar voor de kopers. Ik zie een kraam die gespecialiseerd is in hosta's. Ik zie rozen. Ik zie een gezellig terrasje tussen de bedrijven door bij de orangerie. Ik zie het koetshuis met, ja, wat ik zie bamboeplanten daar staan in die kraam. Ik zie een boekenkraam. Ik kan niet wachten om dit verder te gaan verkennen. Ik besluit om vanuit dat grasveld, dat gazon, linksaf te slaan door een poort heen. En dan kom ik uit op een gazon met verspreide boompartijen. En onder en tussen die bomen staan de kwekers opgesteld. Het is een beetje modderig, want het heeft behoorlijk geregend 's nachts. Dus er loopt een mevrouw met slippers en bemodderde voeten. Maar dat schijnt haar niet te deren. Je krijgt te vaak mensen op de kwekerij die, zeker als ze met een tuinclub, met z'n allen komen en dan zegt de een, oh, dit is een mooie Hellenium, die koop ik. En zeker als dat, zeg maar, de Akela van stel is, dan koopt iedereen die Hellenium. Nou, ik kan me niet voorstellen dat bij iedereen goed komt. Ik zou nooit de mooiste plant van de kwekerij kopen, maar je moet de planten kopen die bij jou in de tuin het mooist worden. En dat kunnen hele andere planten zijn. En wat veel belangrijker is dan bloei, is de natuur van de plant. Ja, dit was een stukje van een college dat een kweker geeft. Aan zijn voet een 4 vierkante meter proeftuin, zeg maar. Op basis daarvan legt hij uit wat hij vindt van een goede opbouw van de tuin en van de juiste keuze voor je planten. En om dat proeftuintje heen staan een stuk of 15 mensen die geïnteresseerd naar hem luisteren en behoorlijk kritische vragen aan hem stellen. Dus mensen zijn serieus geïnteresseerd om te achterhalen wat zijn beginselen zijn en wat een slimme manier is om je tuin in te gaan richten. Goeiedag, Bart Hoes. Hoi, welkom. Dankjewel, Bart. Ik heb begrepen dat jij in de jury zit van de competitie die jaarlijks hier bij de Internationale Kwekerijdagen plaatsvindt. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Het is een soort erebaan. Ik doe het nu, denk ik, 8 jaar al zeker. Ik ben een beetje ingerold via Piet Oudolf.
die heeft het hiervoor gedaan. En dan kreeg die te druk en zegt: Bart, mooi als jij mijn taak overneemt. Ja, het is een soort moment dat je de kwekers eigenlijk echt in het zonnetje zet. En, ja. En de jury bestaat uit een, nou, misschien wel 12, 15 personen. Ja. Die worden sinds een paar jaar worden die in groepjes gedeeld, omdat vroeger werden we echt op pad gestuurd. Dan waren we de hele dag alle stands aan het over beoordelen. Het hele terrein? Ja, over het hele terrein. Nou, daar waren we echt bijna een dag mee bezig. Dus toen hebben we gezegd, nou, dat moet compacter. Hè? Dus we hebben nu drie groepen in drie secties. En dan gaan we echt kijken naar een kweker. We hebben elk jaar is er een thema. We hebben people gehad, plant, places. En dat thema moeten ze een beetje proberen uit te beelden als kweker. We kijken, ik ben tuinarchitect, dus ik kijk vooral naar de layout van de stand. Wordt het thema goed vertaald? Is de presentatie sterk? Andere kijken meer, die zijn meer botanisch onderlegd, beter dan ik. Die kijken meer naar de kwaliteit van de planten. Wat wordt er verteld over een plant? Van hoe is de boodschap die een kweker meegeeft, hè? Met labeling, met een tekst erbij. Het zijn allemaal onderdelen waarop beoordeeld wordt. Dus de jurering bestaat eigenlijk uit drie punten. Je hebt een soort algemeen beeld. Je hebt een soort aandachtspunt van de kwaliteit van de planten. Je kan voorstellen dat een plant kan er heel miserig uitzien. Of het is een hele mooie, waardevolle plant die ze laten zien. En waar ze ook mee, zelf mee kweken. En je hebt de bijzonderheid van een plant. Dus sommige kwekers hebben hele bijzondere soorten, die heel veel mensen niet eens kennen. Die nemen ze dan mee. Hè. Er wordt altijd wel doorontwikkeld, ook op planten. Dus elk jaar hoop je ook dat er weer hele nieuwe varianten... Ik denk dat dat ook een van de elementen juist van deze kwekerijendagen is, hè? De heel bijzondere planten. Ja. Als je gisteren was gekomen, vrijdag is dé dag, want dan scoren de mensen ook de mooiste planten, de meest bijzondere planten. En daar zijn nooit grote aantallen van. Dus die zijn weg? Ja, die zijn al weg. Dus ik moet zelf ook nog gaan maar kijken. Maar gisteren had jij het te druk en dan had ik je niet kunnen spreken. En nu hebben we even een minuutje om met elkaar... Het is allemaal elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja. Nou, is zo'n prijsvraag is denk ik een goed middel om de kwekers zelf op te stuwen, zeg maar, in niveau van presentatie. Ja. Maar het is ook een goed middel om het publiek aan te trekken. Ja. Want dat laatste, hoe is dat laatste? Slagen ze daarin, denk je? Daar hebben we een gegeven moment de showtuin in het verhaal opgenomen. Dus je hebt de kwekers die laten hun materiaal zien. Hè? Klinkt even, het zijn planten, maar het is materiaal. Van ja, maar hoe ga je nou die planten gebruiken? Want, ja, je hebt wel mooi een assortiment, maar hoe ga je die nou echt toepassen? Nou, daar hebben we op een gegeven moment gezegd van, we gaan ook een soort showtuintje introduceren. Dus ze moeten op een vierkante meter laten zien hoe ze die planten eigenlijk gaan toepassen in een compositie. Nou, en dat is een extra jurering onderdeel geworden. Dus degene die daar tijd voor hebben, soms hebben kwekers, dan zijn ze net klaar met het opbouwen van de stand. En dan komen wij al. Nou, dat moet allemaal al klaarstaan. Dat is een hele strenge regel van Constans en van de organisatie zelf. En daar kan je laten zien, wat kan je nou doen met die plant? Hoe kan je nou ze samenvoegen tot een mooi verhaal waarvan je denkt, wauw, zo kan ik het thuis ook gaan toepassen. Ja, dat is communicatie over planten in feite. Ja, eigenlijk wel. En dat proberen jullie nu ook wat meer. En wij doen het hier eigenlijk op een andere manier samen met Bart Bresser. We staan hier voor jullie stand. Ja. Dus wij hebben sinds een paar jaar gezegd, we gaan inspiratie brengen. Ik zie een grote wand die door tentdoek is overdekt. En dat is ook wel nodig ook, want het is een seizoen met veel stortregens. Ja. En die wand, daar zie ik allemaal, je zou kunnen zeggen, reageerbuisjes zie ik hangen. Ja, nou, dat is mijn associatie. Ja. En in ieder reageerbuisje is een bloemetje gestoken. Ja, één of meerdere. En dat hangt aan kabeltjes, aan touwtjes. Ja, heel dun draad, heel dun ijzerdraad. Daar zijn al die pipetjes zijn er aan gekoppeld. Daar hangen er ongeveer 1200. Dus het is echt weer een totale gebaar. Die zijn allemaal gevuld met water. En daar zijn we gaan opbouwen. Je ziet die lichtgroen-gele, dat is vrouwenmantel. Dat is als eerste laag ingebracht. En daarna hebben we met verschillende snijbloemen, scabiosa en we hebben zelfs wat rozen, we hebben astrantia, Zeeuws knoopje. En later zitten doorheen. Het is ook geur, maar het gaat om het spektakel van kleuren. En toch transparant, dat je het landschap erachter weer ervaart. Dus we hebben ook het landgoed gebruikt. Ja, want we zien daar doorheen dus het grasveld met de voeten van al die mooie grote bomen hier. Dus we waren gelukkig vrij om onze plek te kiezen dit jaar.
Om het te combineren. Ja, om het landgoed en de mooie monumentale bomen. Om die, is dat een factor geweest voor de jury? Om jullie stand te beoordelen? Ja, wij zijn eigenlijk een soort... We waren verrast gisteren. Want... Ja, want ik begrijp, jij zit wel in de jury, maar je zit op een ander deel van het terrein. Ik heb in ieder geval deze Maar je hebt wel hier een prijs gewonnen. Ja, en dat was voor mij hebben ze ons gewoon willen eren, ik weet het niet. Maar het was echt leuk, omdat we hebben gezegd, we doen dit voor Bingerden. Hè? We zetten hier een inspiratieplek neer, wat je kan doen met planten en hè, hoe je dan een compositie kan neerzetten. Dat je een soort intieme ruimte gaat ervaren, waar mensen ook even, gisteren ook, mensen zaten allemaal op bankjes... Alleen maar een soort stilte-ruimte was het bijna. Niet het zegt bijna wat. En alleen maar een soort zen-sfeer ontstaat er. Een meditatie. En, we hebben die tent geeft een soort markering. Dat geeft toch een soort buitenkamer-effect, hè, gevoel. En als je daar binnenkomt, dan ervaar je een hele eigen sfeer. Ook door die bloemenwand en de geur die ontstaat. Mensen zeiden, je kan er een soort behang van maken zelfs. Dat was gisteren ook weer hele leuke opmerkingen van. We zullen op de website van Discutafel ook een foto plaatsen van de wand. Ja, zodat we luisteraars een idee hebben hoe het eruit ziet. Dat is heel moeilijk uit te leggen. Ja, nee, dat is. Het is een beleving. Volgend jaar moeten ze gewoon zelf komen. Ja, volgend jaar is het dus... volgend jaar is het Het is weer wat anders. Ja, maar ook jubileum volgend jaar. Ja. 25 jaar. Bingerden. En dan gaan we echt... nog groter uitpakken en nog meer inspiratie brengen. En dan komen er ook veel meer thema's, ook met sprekers en lezingen. Dat wordt echt een bijzonder... Daar zijn we nu al mee bezig, hè? Dus dat moeten we goed voorbereiden. Gefeliciteerd met de prijs, Bart. Ja, dankjewel. En nog goede dagen hier. Leuk om moeten hebben. Tot ziens. Oké, dag. Hallo. Hallo. Bij wie ben ik te gast? Bij de Nederlandse Tuinenstichting. Wat is jouw naam? Mijn naam is Mathilde van Hulzen. Mathilde, hoi. Hallo. Wat is en doet de Nederlandse Tuinenstichting? Het is een stichting die in 1980 al is opgericht. En het doel van onze stichting is het in stand houden van groen erfgoed in Nederland. En dan kunt u denken aan bestaande tuinen. Bijvoorbeeld zoals hier een historische tuin bij het landgoed Bingerden. Maar u kunt ook denken aan parken of bepaalde landschappen die een bijzondere culturele erfgoedwaarde hebben. En we geven adviezen aan eigenaren van dergelijke erfgoederen. Maar we organiseren ook excursies voor donateurs. En er is een speciaal boekje dat elk jaar wordt uitgegeven, waarin alle tuinen verzameld zijn. En die dus toegestuurd worden aan donateurs. En dan kun je dat lezen. En dan de tuinen bezoeken. In een hoekje naast het koetshuis staat de plantencrash opgesteld. In tassen staan de planten die intussen zijn aangeschaft, erop te wachten dat ze weer worden opgehaald. Ja, ik wil geen grijze grammofoonplaat zijn, maar ik zie toch weer dat het allemaal plastic zakken zijn waar deze planten in staan. En het lijkt me een mooie uitdaging om daar iets anders op te verzinnen. Hallo, ik zie dat jij hier perzikstenen als bodembedekker aanprijst. Dat klopt. Met wie heb ik het genoegen? Sven Hazekamp van Nocciolo. Vertel eens. Wij importeren de hardhouten kernen van de perzik. En die leggen wij als een duurzaam alternatief voor bodembedekking in de tuin. Dus alternatief voor grins, schors, snippers. Maar dan een natuurlijke optie. En wat maakt het zo geschikt? Wat zijn eigenlijk de pitten zie ik liggen? Ja, wij noemen het de perziksteen, omdat de steenvrucht is. Maar in de volksmond is natuurlijk de pit. De grote voordelen is voornamelijk de levensduur. Minimaal 25 jaar plus. Gaat wel langer mee, maar meer ervaring hebben wij er niet mee. We hebben het zelf 17 jaar in de tuin, dus dat durven we sowieso te zeggen. Het natuurlijke aspect, het ziet er gewoon heel mooi uit. En het is heel onderhoudsarm. Het rot niet, het schimmelt niet, er komt geen algengroei op. Dus je zit heel onderhoudsarm. Wat is nou de meest gestelde vraag hier op deze kwekerijdagen? Of ik ze allemaal zelf heb opgegeten. Ja, dat is echt. Ja, de hele dag door. Leeft het, denk je? Het idee wat hierachter zit, namelijk het gebruik... want het is natuurlijk een bijproduct van de abrikozen of de perzikteelt. Ja. Hè?
En leeft het ecologische idee dat erachter steekt? Dat het dus geen afval is, maar dat je het weer voor wat anders gebruikt? Steeds meer, steeds meer. En we doen het nu voor het vierde, vijfde jaar. In het begin niet. En je merkt steeds meer de ommekeer dat mensen daar wel waarde aan gaan hechten. En in het begin riepen mensen allemaal, dat is afval. En nu roepen mensen, afval bestaat niet meer, dus het restproduct. Dus je ziet wel dat mensen het in gaan zien dat het ook wel waardevol is. Nou zeggen mensen dat, die op dagen zoals deze komen. En dat zijn mensen die... Dat is ook een segment uit de samenleving. Klopt, klopt. In hoeverre zou dat doordringen tot de massa? Nou ja, gestaag. Dat gaat gestaag. En dat komt vanzelf, denk ik, toch? Daar zijn we met z'n allen hard aan te werken. Dus ja, alles op zijn tijd. Heel goed, ja. Heel goed. Nou is dit best een paar dagen investering om hier te staan in zo'n stand, hè? Ja. Wat maakt nou dat het de moeite waard is om op dit soort beurzen te staan? De organisatie sowieso. Dat doen het altijd gewoon erg leuk. De mensen en toch van mij wel de interesse, want het is een apart product. Dus mensen hebben wel veel interesse. Niet te lang dat iedereen koopt. Ik verkoop hier ook niks. Ik sta hier informatief. Maar wel, ze komen er wel op terug. En dan zeggen ze, ik heb jou gezien in Bingerden, weet je nog. En dat is leuk. Daar haal je wel voldoening uit. Ja, dus het rechtstreekse klantcontact eigenlijk. Of potentiële klantcontact. Zeker, ja. Ja, zeker. Je bent de hele dag met mensen aan het praten. Elk gesprek is anders. Je leert ook meer dingen over mensen. Over hun interesses. Toch wel, want je gaat wel dieper in op dingen. Dat is wel leuk. Ja. Heb je zelf ook iets met planten? Ik ben niet echt een tuinman, nee, nee. En als je mij een paar jaar geleden had gevraagd, wat doe jij over een paar jaar, had ik dit ook niet aangeschreven als mijn eerste optie. Maar ik vind het wel echt leuk. Het is op je pad gekomen. Ja, zeker, ja. Op je persikwerk, witte pad. Ja, precies, ja. Succes, dankjewel. Ja, fijne dag. Ik ben er al drie jaar, hè? Ja. Een kleintje, alle kleintjes horen er ook bij. Hupla. Die hebben een hele grote. Normaal. Over de iris. Dat is prima. Over 14 dagen kunnen jullie die er allemaal afhalen. Maar dat kan nu nog niet. Omdat ze dus nu net opnieuw wortelen hier. Oh ja, ik vind ze zo. Deze nog niet zien. Die laat ik dus aanzetten. Maar hier hebben we een bloemstengel. Oh ja, maar dat zijn deze niet, hoor. Dat zijn deze niet meer. Nee, nee, daarom, ja. Ik zit hier in de stand van Kwekerij Joosten. En jij bent? Marianne Joosten. Daar zit een overeenkomst in. Dus het is jullie kwekerij. Ja, dat klopt. Dat klopt. Wij zijn ermee begonnen. Wat kweken jullie? Wij kweken voornamelijk Iris germanica en hemerocallussen. Hemerocallussen is een makkelijk product. En een iris iets moeilijker. Vooral omdat een iris niet in een pot wil groeien. Wat maakt dat u juist deze planten bent gaan kweken? Ik ben het is niet de eenvoudigste soort, begrijp ik. Het is niet het eenvoudigste soort, maar als kind zijnde ben ik gefascineerd door de Iris germanica. Ik stond er altijd als kind bij, te verwonderen. En wij waren een klein akkerbouwbedrijfje en mijn man zegt, als jij iets erbij wil doen, zoek wat voor jezelf. En zo ben ik in Iris germanica begonnen. En door, ze zeggen wel, door, ik kan het spreekwoord even niet schade zeggen. En schande? De schade en schande wordt mijn wijs. Zo ben ik ook groot geworden. Mijn allereerste 20 Iris germanica die ik kocht, kreeg ik 25 stuks van elk soort. Dus dan had je 500 stuks tot achteraf, later had ik 1000 stuks. Maar die hebben we geplant en alles ging dood. En ik denk, wat doe ik verkeerd? Dus de meeste vraag die de mensen waar het niet bij wil, bij de Iris germanica ook vragen, wat doen we verkeerd? Dat is dus gewoon die man waar ik het van gekocht heb, die zei, je hebt het niet verkeerd gedaan, ik heb ze verkeerd gekoeld. Daar kunnen we dus niet voor zijn. Maar je denkt altijd dat de fout bij jezelf ligt. Meestal als je even goed nadenkt over hoe een plant groeit, kom je er vanzelf achter, want het staat niet in de boeken. We lezen eerst een boek en die zegt, na 3-4 jaar moet u de plant scheuren en delen. En als je dat doet, dan word je een kweker. Dan bloeien ze bijna nooit. Maar een Iris germanica, er zijn soorten bij die echt na 5-6 jaar gescheurd en gedeeld moeten worden, want dan bloeien ze niet meer. Maar er zijn ook soorten bij die best 20 jaar kunnen blijven staan en nog steeds bloemen hebben. Mijn motto is, zolang ze mooi bloeien, afblijven. Mooi laten staan. Want dan hebben ze het naar hun zin op die plek. En dan blijven ze ook bloeien. Geweldig. De ziel van u zit helemaal in dat bedrijf. Dank u wel. Ja, dank je wel.
slagroom op de taart van deze dag voor mij is eigenlijk dat je ook nog kunt ronddwalen buiten de plantenmarkt om over grote delen van het landgoed. En ik ben nu eigenlijk gewoon in een natuurgebied verzeild geraakt. Vogeltjes om me heen die heen en weer vliegen naar hun nestje. En heel leuk, een van de beursbezoekers die even verderop ligt, die hier lekker lang uit op een boomstam. Heerlijk te soezen en te genieten van de rust. Binnen zichtsafstand van de mensen, maar niemand die het ziet. Hij heeft gewoon even zijn eigen plekje in de natuur uitgekozen om uit te rusten. Ik sta bij de gracht rondom het landhuis zelf. En als je goed luistert, dan hoor je de jonge meerkoetjes. Je hoort de groene kikker kwaken. En het ruisen van het riet aan de oever. Wat je ook hoort is heel hoog boven ons de straaljagers. Want het is dit weekend de luchtmachtdagen in Volkel. En dat is te merken. Ik heb net eventjes op het grasveld met alle voedseltentjes heb ik eventjes wat versnaperingen genomen en gesproken met bezoekers aan deze internationale kwekerijdagen. En ik heb gevraagd, wat maakt nou dat u hier naartoe gekomen bent? En de laatste persoon die ik sprak, die zei het eigenlijk in één woord. Ze zei de passie. Als ik hier kom, dan merk ik bij iedere standhouder hoe ontzettend leuk ze hun eigen vak vinden. Hoe trots ze zijn op hun planten. En hoe het werk wat ze doen samenvalt met hunzelf. Nou, ik vind dat echt een geweldige manier om te beschrijven wat deze dagen zo speciaal maakt. En wat denk ik ook een succesfactor is waarom mensen hier naartoe komen. Wanneer ik met de discutafelblik rondkijk en met de discutafeloren wat rondluister als het gaat om de duurzaamheid, dan ligt dat er nog niet altijd bovenop. Er zijn een paar stands die producten hebben die biologisch zijn of die een product verkopen dat anders als afval van een agrarische tak zou worden weggegooid. Maar het is nog wel zoeken naar aanbod dat bewust duurzaam is gekweekt. Misschien loopt men daar niet mee te koop en is het intussen gemeengoed geworden. En is het zo dat het tegenwoordig geen extra vermelding meer hoeft? Zou kunnen, maar ik weet het niet. Alles op zo'n landgoed ademt natuurlijk wel een zekere eeuwigheidswaarde uit. En dan zou een assortiment met duurzame producten, wat dat dan ook precies wezen mogen, zou daar naadloos in passen. Volgend jaar is de jubileumjaar van de internationale kwekerijdagen. En ik heb begrepen dat men dan het thema duurzaamheid centraal zal stellen. Het zal dan uitgaan van de bodem. En dat vind ik een geweldig goede keuze. Omdat met de bodem onze voedsel en onze tuinplanten eigenlijk begint. Dat is de basis van gezonde gewassen. Tot zover de audiotour over de internationale kwekerijdagen Bingerden in juni 2019. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd en dat je een idee hebt gekregen van het speciale karakter van deze dagen. Het zijn
echt gespecialiseerde kwekers die hier staan, die zeer intensief bezig zijn met hun planten en die hier op de beurs ook intensieve gesprekken hebben met hun klanten daarover. Een mooie ontmoetingsplek tussen deze mensen. Op een landgoed met grote hoge bomen, met vogeltjes, met een fraai landhuis, met wat formele tuinen erbij. En naarmate je verder wegkijkt door de doorkijkjes, heb je zicht op het omliggende landschap dat zo sterk door de IJssel is beïnvloed. Ook in 2020 zal er weer een editie van de Internationale Kwekerijdagen zijn. En dat is altijd in het derde weekend van juni. Zoals gebruikelijk vind je in de show note bij deze aflevering van de podcast meer informatie en links over dit behandelde onderwerp. Discuslot. Tot zover deze aflevering van Discutafel podcast. Dankjewel voor het luisteren en ook heel veel dank aan iedereen die voor onze microfoon kwam. Je herinnert je misschien Marianne Joosten, de kweker van Iris en Himerocallis. Nou, het gesprek met haar was heel wat langer dan wat je nu hebt gehoord. En ook heel illustratief voor een vakvrouw die helemaal voor de planten gaat. Iemand wiens ziel in het bedrijf zit gewoon. Zij was gewoon helemaal Himerocallis, zo heb ik haar ervaren. Nou, dat hele gesprek wil ik je niet onthouden. Dus we publiceren het daarom later dit jaar. En als je je via je podcast-app hebt geabonneerd op Discutafel Podcast, dan komt die editie vanzelf voorbij op je smartphone of tablet. Kijk anders even op discutafel.nl hoe dat werkt. Abonneren op podcasts is gratis. Ik heb genoten van de gastvrije en professionele ontvangst op Bingerden. En ik kan de plantenliefhebbers onder jullie echt aanraden om volgend jaar naar de Internationale Kwekerijdagen te gaan. Ik dwaalde ook door de formele tuinen van Bingerden en de omliggende bossen. En ik herkende hier en daar iets van de permacultuurprincipes in de manier waarop deze buitenplaats is ingericht. Je kunt er dus dan ook op rekenen dat Discutafel Podcast ook hiervan een audiobeleving voor jou gaat uitbrengen later dit jaar. Discutafel is een initiatief van Yvonne Smit. Reacties zijn altijd welkom, ook via social media. We zijn vooral op Twitter actief, maar je kunt ons ook vinden op Facebook en LinkedIn. De volgende podcast zou wel eens een extra aflevering kunnen worden, want we hebben nog opname liggen over een bijzondere tuin waarvan filosofie de grondslag is. En als dat allemaal lukt, dan staat deze uitzending online vanaf donderdag 27 juni 2019. Ga intussen lekker naar buiten. Graag tot de volgende keer!